moet niet worden natgespoten, maar het is natuurlijk de champagne-stralen van Europees voetbal. Wat doet het je? Nou ja, voor Utrecht is het lang geleden geweest dat we dit gehaald hebben. Dus ik denk dat het voor de supporters en voor de stad Utrecht alleen maar goed is dat we dit halen. En in de rust zag het er nog niet zo uit. Hey, toch voorzichtig blijven. Nee, je was nog een beetje boos. Ja, maar na de 3-4-1 zaten we wel lekker rustig op de wijn. Dus ik denk voor de stad Utrecht en voor de club. Maar zeker voor de spelersgroep dat dit fantastisch is. Maar ik heb ook voorstellen, als trainer heb je een bepaalde doelstelling als je naar een club toe gaat. Dit seizoen heb je nieuwe spelers, hoge verwachtingen. En dat wordt dan ook nog waargemaakt. Althans, Europees voetbal is een doelstelling geweest. Ja, ik zei net tegen Jan op de bank al vlak voor tijd dat het een fantastisch seizoen was. Het tweede seizoen zelf was het een vlaag en minder. Maar daarna hebben we denk ik naar het einde van het seizoen vrij goed opgepikt. Ja, dit feest is een improvisatiefeest, er wordt ontzettend veel gedaan. Wat ga je nu doen? Ik zou niet weten wat we gaan doen. Ik denk dat ik eerst. Ik moet zo naar een persconferentie en ik denk dat ik dan vandaag maar een keer ouderwets dronken word. Gefeliciteerd en geniet van deze prijs, want dat is het. Ja, het eindigt in een plezierige chaos. Laten we het daar maar op houden. Ondertussen heeft ook Roda afscheid genomen van zijn fans. Ja, dit wordt geen gesprek. FC Utrecht heeft gewoon Europees voetbal. Jongens, we moeten even met de man praten van de wedstrijd. Drie keer van Wolfswinkel. Twee keer gescoord. De wedstrijd is de wedstrijd. We gaan Europa. Ja, jongen. Humberto, we gaan Europa. We moeten even met hem praten. Kom maar. Goed gesprek. Kortom, men is blij hier op het veld. Van Wolfswinkel gaat niks kunnen zeggen. Hij is de man van de wedstrijd. Jij bent de man van de wedstrijd, de man van de play-offs. Er is kritiek geweest in het begin van het seizoen. Dit moet jou extra deugd doen, Ricky. Ja, is lekker natuurlijk. Ik heb zeker een moeilijke periode gehad even. Maar ook hard blijven werken en gewoon je ding blijven doen. En je ziet dat in play-offs gewoon dat het weer uitkomt. Dus dat is top. Kijk, we zijn toch echt geen kampioen geworden, maar... We mogen wel even genieten, ja. Ja, maar het is alweer lang geleden hè, dat Utrecht Europees voetbal heeft gehaald. En dan zie je wat dat met de mensen doet. Ja, daarom. Dat is geweldig. Dit is zo. Het is top. Ja, ik ga even wat rustiger zitten, want daar zijn de supporters natuurlijk. Maar hier zit bijvoorbeeld ook Aljus Schut, gefeliciteerd. Dankjewel. Het doet de mensen veel, dit natuurlijk. Wat doet het jou als speler? Ja, heel veel. Ik ben van ver gekomen en... Ik denk dat we een 5-jaar-plan hebben hier zo, maar dat we het eerste jaar meteen opeens voetballen is, dat is hartstikke mooi. En zoals je ziet, de passie van de mensen, die hebben hier heel erg naartoe geleefd denk ik. En dat is hartstikke mooi om te zien. Nou ja, dat mooie is dat je natuurlijk wat meer via dat clubs Europees voetballen. Maar mensen op het veld, dat is echt ouderwets hoor dit. Dit zie je niet veel meer. Nee, ik heb het vorige keer ook meegemaakt hier zo, Europees voetballen. Maar dat is echt, ja, dat is echt passie denk ik, en laten we daarop houden. Naast me hier Moulenga, dat is de man die gescoord heeft. Maar is het Hollandais of Français? Français. Oh, we gaan het in het Frans doen, ik zal het proberen. Français. Alors, qu'est-ce que vous faites que ce resultat? Wat een Frans trouwens, wat doet dit resultaatje? I'll speak in English. Oh! Oké. Okay. Yeah, no, I think it was a very good game. We played well the whole playoff series. We've been playing very well. And now the team got back together after a hard period, after winter. And now everything is going really well. I'm just happy for the club. But also, hij zegt, het ging heel goed. Ook naar de winter ging het goed. But especially with you after the winter, after the Africa Cup, what happened to you? Because what did you eat there? Because after the Africa Cup, you went up. Yeah, I think just starting from the couple of games when I started scoring, the confidence really changed. And now I've spent more time, so I know the style of play in Holland. So I think it's helping me out a lot. Ja, na de Afrika Cup is een vertrouwen omhoog gegaan. Dat ging heel erg goed. Meer gescoord heeft ook in deze wedstrijd laten zien. And now do you see the crowd on the pitch and what it does for the crowd to play European football? What does it mean to you? Yeah, I think it's very important. It's one of the reasons I came. Because it's a team where we can challenge for something. So I think it's really special to the fans because it's been a long time and now we just have to work hard to get into Europe. Okay, thank you. Moet even kijken achter je jongens. Dit is, nou ja, de supporters van FC Utrecht op het veld. In Engeland krijgen daar een stadionverbod voor, maar hier kan het nog. Even een slokje, want je hebt hard moeten werken. Die play-offs, dat is eigenlijk een soort wonder. Jullie winnen gewoon alles. Wat doet dat je? Ja, ik weet niet wat er gebeurd is met het team in de play-offs. We hebben een drive gekregen. Die hebben we in 4 wedstrijden getoond. Ik denk dat we verdiend winnaar zijn.
Absoluut. De trainer van Roda zei het net ook. Gewoon verdiend gewonnen. Al is het maar tegen 8 man in de laatste 10 minuten. Ja. Maar toch, Utrecht heeft hier heel lang op gewacht. Kan je je voorstellen dat dit de mensen zo blij maakt hier? Ja, die kan je niet op de stoeltjes houden. Die willen gewoon het veld op. Het heeft denk ik 6 jaar, 5 jaar geduurd. Ja, 2000, 2001 voor het laatst in de competitie zien we sowieso. Ja, we hebben elk jaar wel meegenomen in de play-offs, maar elk jaar teleurstellend. Ja, en dit jaar hebben we het een keer rechtgezet. Wat staat echt op je t-shirt? Wij gaan Europa in, FC Utrecht, Roda, 16 mei 2010. Nou, toen je het veld op kwam vanmiddag, je gaat met een 2-0 voorsprong druk het veld op. Dan staan die bloemen al klaar. Voel je dan een soort extra druk of denk je, nee, die bloemen zijn sowieso voor mij? Nou, ik had wel, toen ik vanochtend opstond, een bepaalde spanning. Dat ik denk van ja, vandaag gaat het gebeuren. Maar dit zijn de mooiste wedstrijden. Hier doe je het allemaal voor. En ja, ik had wel het idee dat alles goed ging komen. Nou, we gaan hier even af. We komen straks natuurlijk nog even terug. Iedereen wordt hier nat gespoten. De spelers, ze worden hier bedolven onder alle supporters en de pers. Maar straks meer van Roda en met name van Utrecht. Ja, welkom weer terug in de Galgenwaard. Inmiddels in de kleedkamer van FC Utrecht. De ploeg die dus naar Europa gaat. Ja, en dat zal je net zien. Dat je wordt vanzelf word je nat. Dat zo gaat het nog eenmaal. Michel Vorm, jij hebt een waanzinnig seizoen achter de rug. En dan dit als beloning. Had je dit van aan het begin van het seizoen überhaupt verwacht? Nou, je weet wel dat je met de aankopen die je hebt gedaan en met de spelersgroep die je al hebt, dat er gewoon heel veel kan. En ik had wel hoge verwachtingen, maar dan moet je hopen dat het de play-offs haalt. En dan weet je nog niet wie je moet spelen, maar dat je dan ervoor moet gaan. En dat zijn we hebben gedaan. En ja, dit is het wat het is geworden, dus fantastisch. Als je ziet de uitgelaten sfeer, de mensen op het veld, ja. Naar jullie hier in de kleedkamer, die muziek staat keihard aan. Het is bijna alsof jullie kampioen zijn geworden. Ja, maar kijk, voor ons is dit gewoon, gewoon een prijs. En kijk, wij zullen nooit, of in ieder geval zeg nooit om het kampioenschap spelen. Kijk, naar Twente. Ja, oké, maar voorlopig nog niet. Maar als je dan, dit voor ons is dit een prijs. En daarom wisten we gewoon dat we die 2 of 4 wedstrijden ingingen. Dat we gewoon echt alles moesten geven. En we hebben gewoon 4 keer gewonnen, dus terecht winnaar. Ja, het is een dubbele bekroning ook wel voor jou. Want los van dit Europees voetbaltoernooi wat je kan gaan spelen, is er ook nog een WK wat volgt. Want dat is ook al zeker. Ja. Wat doet dat jou dat jij ook op persoonlijk vlak je zo ontwikkelt? Ja, kijk, hier leef ik voor. En dit is altijd wat ik heel cliché, maar waar je van droomt als kind. En ik ga er gewoon alles aan om doen om zo mogelijk te eindigen in de voetbalcarrière. En ik denk dat er goede stappen er zijn zeg maar, om verder te gaan. En dat komt zo het WK bij. En dan zien we wel wat er gebeurt. Maar ik hoop nog de komende jaren nog veel meer progressie te maken. En dan zullen we zien waar het eindigt. In ieder geval gefeliciteerd. Ga eens even kijken waar die kleine Mertens is gebleven. Want wat is er met jou gebeurd? Dit is niet allemaal zweet. Jawel. Gevochten. Gevochten met de supporters die je hebben tegengehouden daar? Nee. Even in het zwembad gedoken. Hoe is het? Ja, geweldig. Het was een lang seizoen en heerlijk om zo af te sluiten. Ja, het gekke is, jij begint waanzinnig, had een klein dipje en je eindigt weer top. Ervaar je dat ook zo? Ja, het was even de vermoeidheid die boven kwam, maar op het einde van het seizoen kwam de kracht er weer boven, dus dat was geweldig. Nou, als je dit zo ervaart met een nat shirt vol, het ruikt ook... Ja, het is een soort mengeling tussen champagne en bier, denk ik. En een klein beetje zweet daartussenin. Dit is wel waar je het voor doet als voetballer. Ja, dit is waar je het voor doet. En we gaan gewoon iets betekenen in Europa met deze ploeg. En dat is gewoon belangrijk. Baal je dan niet? Dat is misschien een rare vraag. Baal je niet? 15 juli is al de eerste wedstrijd. 22 juli de volgende betekent dat je een kleine 3 weken van tevoren moet beginnen. Dus vroeg beginnen dit seizoen. Maakt niet uit, daar heb ik het voor over. Al moest je morgen beginnen? Sowieso. Was dit ook waarom je bent gekomen naar Utrecht? Om dit soort ervaringen te hebben? Ja, sowieso. Kijk, Utrecht is een grote club en als je het alleen het stadion supporters beziet, dan doe je het hiervoor en hiervoor wil je spelen. Nou zie ik een aantal kinderen hier. Zijn dit de kinderen van spelers? Of van wie? Deze twee zijn van Sinou en dit is mijn Peterkindje. Gefeliciteerd ook de kinderen van Sinou en jouw Peterkind. En jij vooral gefeliciteerd met dit resultaat. Dankjewel.